Goedenavond, kijkers. Dit is een historisch moment, want u kijkt nu naar de eerste uitzending van Space TV. Wij zijn blij dat u een gedeelte van uw nachtrust voor ons wilt opofferen. Velen onder u zullen ongetwijfeld regelmatig luisteren naar onze radio-uitzendingen. Sinds mei vorig jaar hebben wij elke zaterdagmiddag een gevarieerd programma met de volgende indeling. Van 12 uur tot 1 uur, nieuwste hits door Petertje. Van 1 tot 2, Hollandse top 10 door Paulus. Van 2 tot 3, Muiden Lokaal door Thijs Bagges. Van 3 uur tot 4 uur, Specerijen met Hannibal. En van 4 tot 5 uur, verzoekplatenprogramma met Bram van Duin en Mr. Toto. U kunt Radio Space ontvangen door af te stemmen op FM-band 101. Alhoewel Space al vanaf begin plannen had voor tv-uitzendingen, zijn we pas begonnen met het bouwen van een zender toen de geplande uitzending van Muiden TV op oudejaarsavond mislukte. Zoals u ziet zijn we er inmiddels in geslaagd de technische problemen te overwinnen. We zijn van plan regelmatig uitzendingen te verzorgen, die ruim van tevoren aangekondigd zullen worden in ons radioprogramma Muiden Lokaal. Vanavond zal onze uitzending gevuld worden met de productie van Muiden TV, waar u op oudejaarsavond tevergeefs op heeft zitten wachten. Deze film, waarin door de medewerkers van Muiden TV erg veel tijd is geïnvesteerd, bestaat geheel uit eigen opnames in en rondom Muiden. Wij van Space TV danken de makers voor het beschikbaar stellen van deze film en hopen dat zij ook in de toekomst nog met ons willen samenwerken. Reacties op onze uitzendingen kunt u sturen naar postbus 1303 1400 BH in Bussum. Als u een ogenblikje geduld heeft, schakelen we over naar Studio 4 voor het vervolg van onze uitzending. Voordat we straks met onze hoofdfilm gaan beginnen, zullen we eerst u wat Muiden lokaal nieuws laten zien. We zijn momenteel in de haven. Het is vandaag zondag 14 maart op dit moment. En waarom zijn we hier in de haven? Nou, zoals u weet, de haven geeft nogal wat problemen aan Muiden. Nou, eigenlijk meer aan het gemeentebestuur van Muiden. In de haven, wat u zo zult zien, ligt onder andere de Elisabeth Smit. Muidens mooiste schip. En ik kan eigenlijk wel zeggen, Nederlands mooiste schip. En of het Europa's mooiste schip is, nou, dat willen we nou even in het midden laten. Ja, hier over dit schip en over deze strook water waar we nu langs staan, daar is erg veel te doen. Er zijn veel problemen over. Een van die problemen is eigenlijk de Elisabeth Smit. Hij gaat weg, want hij past eigenlijk niet in Muiden. Niet qua aanzien, nee, maar qua maat. We gaan zo even naar binnen. Dan gaan we even met Harry Smit praten. Ja, we zijn inmiddels binnen aangekomen. Harry, je hebt de hele winter hier in Muiden gelegen met je schip. Hoe viel dat? Nou, gezellig. Wat heb je er allemaal gedaan? Ik heb begrepen dat je hier niet voor niets gelegen hebt. Nee, dat is, het hele interieur is verbouwd. De takelage van het schip is verbeterd. De kinderziektes zijn er nu uit. En...
Ja, we gaan nu een nieuw seizoen tegemoet. Je gaat heel korte termijn weg. Ik heb begrepen dat het komende week gaat gebeuren. Ja, komende week dinsdag of woensdag gaan we weg. Het schip kan hier niet blijven liggen. Om een aantal redenen, daar komen we straks eventjes op terug. Je koffieshop is verbrand afgelopen winter. Hoe bevalt het je nou in Muiden? Ja, wat ik zeg, dat is in Muiden, dat is van de winter prima bevallen. Je kent daar iedereen en het is gezellig hier. En ja, liggen blijven, dat kan natuurlijk niet. Want in de zomer moeten we dus ook plaats maken voor andere schepen. En het schip is ook te groot voor de binnenhaven van Muiden. Wat anders is natuurlijk bij het Muiderslot, want daar is ruimte genoeg. Ja, ondanks alle problemen heb je hart toch nog steeds aan Muiden verpand? Ja, natuurlijk. Je zit niet voor niks een tiental jaren hier dat je eigenlijk wordt verbannen naar een andere plaats als Amsterdam. De gemeente heeft nu deze strook water, waar we momenteel bovenop drijven, gehuurd van domeinen voor 2800 gulden per jaar. Aan wie moet er nou doorverhuurd worden? Aan wie moet er nou het beheer ervan gegeven worden? Dat is nog steeds niet duidelijk. Wat is jouw idee erover? Nou, mijn idee is over een soort dat er een soort havenraad komt, waarin zitting hebben dus zowel een vertegenwoordiger van de gemeente of Rijkswaterstaat, iemand een lid van de schippersvereniging, iemand van een van de Muidense verhuurbedrijven. We hebben dus drie verhuurbedrijven in Muiden. Iemand van Amuda, van de Rode. En misschien iemand van de Herengrachtbevolking, maar ik dacht dat die wel inspraak hadden via het gemeentebestuur. Ja. Zeg maar een soort dagelijks beheer in de vorm van allerlei groeperingen die daarin vertegenwoordigd zijn. Ja, die ook dagelijks ook te bereiken zijn. Ja. Dus niet in handen geven van bijvoorbeeld één belangengroepering? Zeker niet. Zeker niet. De Elisabeth Smit kan dus niet hier in de haven liggen. Dat zeg je zelf ook al. In het hoofdseizoen is dat gewoon ondoenlijk. Want dan is het toch veel te druk. Ik neem aan dat ook problemen geeft met heen en weer varen. Je kan eigenlijk je schip niet kwijt. Bij het Muiderslot zijn er wel mogelijkheden. Ja, dat kan prima. Daar heeft ook niemand last van. En je kunt goed afmeren, je kunt goed draaien. Daar geen overlast. En als er bijvoorbeeld s'avonds feestjes zijn of zo, dat doen we liever uit Amsterdam. Dat de mensen hun auto voor het schip neer kunnen zetten en dat we een uurtje op het ei kunnen rondvaren. Maar voor de dagtocht of de meerdaagse tocht, dat de mensen hier aan boord kunnen stappen en 's middags eraf. En dat we het schip in Muiden kunnen houden. Ja, ook daar is er geen meerderheid voor in de gemeenteraad momenteel. Althans, de wethouder wil de motie niet uitvoeren. Ja, nou, ik begrijp het hier niet hoor. Het is zo'n democratie hier in Muiden. Althans, dat verwacht ik zo. En ik denk dat de gemeente ook wat een beetje struisvogelpolitiek pleegt. Want als er komen schepen hier in de zomer die net zo lang zijn, maar ja, misschien niet zo hoog en misschien een meter smaller zijn. Maar dat mag dan allemaal wel. Ja, praat nu over de tendens dat in wezen de botters eruit gaan. Dat zijn die kleinere houten oude vissersschepen. En dat er eigenlijk steeds meer luxer ingerichte schepen komen. Dat wil zeggen grote tjalken en klippermodellen. Ja, de vraag is naar grote schepen met veel en goede accommodatie. En de botter is dat niet meer. De botter is een historisch Hollands, het is een leuk zeilschip. Maar de buitenlander ziet het liever niet. En de meeste scholen vragen ook, is er een douche aan boord, is dat aan boord? Dat kunnen we ze nou bieden, maar het zijn wel grotere schepen. Wat wel dringen dan in de haven? Als er goed beleid is, niet. Deze mijnvegen, waar het in wezen van oorsprong is, dat... Daar is die toen de tijd voor gebouwd, voor de Engelse marine. Ja. Deze mijnveger die gaat deze week weg. Op het moment dat de uitzending is, dan is die inmiddels al weg. Er komen er binnenkort voor korte tijd 4 voor terug, heb ik begrepen. Ja, nou, ik kan het hier ook niet volgen. Ik moet weg. En dan moeten 4 Elisabeth Smit komen er weer voor terug. Dat kan allemaal wel. We praten nu over het marinebezoek wat in het eerste weekend van april plaats gaat vinden. Daar komen een aantal mijnvegers een weekend in Muiden liggen. Er zijn een aantal notabelen, zoals het dan heet, uitgenodigd. Ben je ook uitgenodigd? Nee, natuurlijk niet. Nee? Voor een informatieve borrel op het Muiderslot. Harry, wat zou jouw liefste wens zijn?
Nou, dat het een keer geregeld wordt in de haven. Dat er een keer een krachtig gemeentebestuur komt. En dat ze niet en maar oude betten over alles waar ze geen verstand van hebben. Een duidelijke oplossing in de haven. Dat goed geregeld zou worden. En dat de koffieshop heel snel terug zou komen. Oké, fijn, dankjewel. Nou, zoals u weet, we hebben binnenkort in mei, in juni moet ik zeggen, hebben gemeenteraadsverkiezingen. Misschien komt er een ander bestuur aan. Het is misschien wel nodig. Dankjewel. Ja, dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, zoals u ongetwijfeld zult weten. Dat gaat allemaal in begin juni plaatsvinden. Ik had het toen net met Harry Smit over het al dan niet verdwijnen van schepen uit de haven. Wellicht is het wel goed dat het gemeentebestuur of het nieuwe gemeentebestuur wat er gaat komen ook eens nadenkt over de vraag van hoe zit het nou eigenlijk met de werkgelegenheid. Zoals u weet is dat een probleem wat natuurlijk niet alleen in Muiden speelt, maar door het hele land. En ook per gemeente wil men er graag wat aan doen. Maar ik geloof zeker dat men dan niet uit het oog moet verliezen dat met het verdwijnen van een bepaalde soort van chartervaart vanuit Muiden er ook een heel stuk werkgelegenheid niet bij gebaat is. En dan praat ik niet alleen over de directe mensen die er belang bij hebben. Dat zijn de schippers op zich dan natuurlijk en met hun bemanningsleden. Maar denk vooral ook eens aan de middenstand in Muiden. Je moet niet vergeten dat er echt goed ingeslagen wordt. Er wordt proviant ingenomen door de mensen die een weekendje gaan varen of een weekje gaan varen. En de meeste mensen die kopen hun proviant hier in Muiden bij de winkels. En dat is zeker een punt wat we niet moeten vergeten. U heeft waarschijnlijk ook dit pamflet gehad bij de Spiering afgelopen maand. Het is een verlanglijstje van de Stichting Stad Muiden. Ja, prachtig. Leg het eens naast de verlanglijstjes van de politieke partijen en kijk eens wat uw verlangens zijn voor de komende 4 jaar. Wij missen er alleen 1 punt op. Sorry Stichting Stad Muiden, maar jullie hebben echt de lokale radio en tv bij deze overgeslagen. Het volgende onderwerp, wat ook uitvoerig in de gemeenteraad besproken is, dat wil zeggen in de raadsvergadering van maart, dat is het probleem Galgenweg. Nou, niet de Galgenweg op zich, maar eigenlijk het fietspad wat er langs moet komen. Al jaren wordt er over gesproken en al jaren wordt er zeker uit de bevolking van Muidenberg erop aangedrongen dat deze gevaarlijke route, dat er daar nog eens een keer voor de fietsers een oplossing voor komt. Het is een bochtige weg, dat weten we. Er wordt hard opgereden, dat weten we ook. En niet zelden ook door de Muidenbergen zelf, dat moeten we natuurlijk niet vergeten. Aan de andere kant blijft het natuurlijk een gevaarlijke situatie. Dat er nog steeds geen reusachtige ongelukken gebeurd zijn, is echt een wonder. Ja, wat moet er nu eigenlijk gebeuren met de Galgenweg? De gemeenteraad heeft erover gesproken. Er zijn een aantal alternatieven naar voren geweest, gekomen. Buiten het aanleg van 1 fietspad langs de Galgenweg is er ook te sprake gekomen dat er eventueel een mogelijkheid zou zijn om de Galgenweg dan maar af te sluiten voor het snelverkeer. En dus alleen maar open te houden voor fietsers, bromfietsers en voetgangers. Het verkeer wat nu dan gebruik maakt van de Galgenweg zou dan gebruik moeten maken van een verlengde Gerard Douwlaan. Dit en een aantal alternatieven is de gemeente, daar is de gemeente al een tijdje lang over in discussie met Rijkswaterstaat. Nou is Rijkswaterstaat natuurlijk een logapparaat en daar moet heel wat over gesproken worden voordat er eindelijk wat komt. Ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Nou, momenteel gebeurt er niets. Dat wil zeggen, er wordt gesproken, er wordt al jarenlang gesproken. Muidenberg schiet er niet veel mee op. Het enige wat Muidenberg graag wil, dat is een goede fietsverbinding vanuit het dorp naar Muiden toe. En hoe dat dan gaat lopen, dat zal de Muidenberg, denk ik, een worst wezen. Of dat nou een fietspad wordt langs de Galgenweg of een andere mogelijkheid. Het belangrijkste in ieder geval dat er een beetje snelheid achter gezet wordt. Er zijn klachten gekomen van mensen uit Muiden die regelmatig storing hebben tijdens de televisieprogramma's 's avonds. Nou, laten we één ding wel duidelijk stellen. Radio en TV Space is dat zeker niet geweest. Als de testuitzendingen gedaan worden, worden die uitsluitend na afloop van de officiële tv-uitzendingen gedaan. Dat testen dus. Dus als er storing komt op uw tv tijdens een normale tv-uitzending, geef daar niet Radio en TV Space daar de schuld van, want wij zijn het zeker niet. Ja.
Dag Freek. Dag Doris. Ik hoorde iets over een Space Promotion Team. Wat is dat? Nou, dat is een beetje, dat hebben we in het leven geroepen, omdat de laatste tijd de gang van zaken bij vooral het radio gebeuren een beetje aan het verslappen was. Persoonlijke moeilijkheden en zo. En ja, er waren ook andere mensen die er niet zoveel tijd aan besteden als wat nodig was. Ja. En wat is nou de bedoeling? Nou, vooral wat mensen betreft die wij benaderen voor feesten en partijen of reclames of mensen die willen weten wat precies het doel is van Radio Space, om die op de hoogte te houden en ook vrij nauw contact te houden met die mensen. Ja. Waar kunnen ze jou bereiken? Waar kunnen ze het team bereiken, laten we zo stellen? Nou, dat kan via mijn telefoonnummer 029 42 hier in Muiden 4761. 029 42 4761. Ja. Voor alle reacties voor, hoe heet het ook weer? Nou, wat betreft het radio gebeuren, zeg maar, promotiewerk, reclames of het organiseren van feesten en dat soort dingen. Akkoord, bedankt. Naast me staat het Schippersorkest, het voltallige Schippersorkest, Willem Trekkers ernaast. Willem, hoe zit het met de plaat? We hebben zo een maandje of wat geleden een opname met jullie gemaakt in de zeilmakerij en er zou een plaat opgenomen worden. Wat blijft die? Nou, die plaat die komt 27 april of 23 april? 24 april wordt de plaat uitgebracht. 24,5. En er komt waarschijnlijk een of andere stunt, ik weet niet precies wat, het zou wel ergens daar op de hoek zijn in de plaatselijke herberg. Zojuist een uur geleden hebben we met dit koude weer hebben we foto's lopen nemen hier op de sluis. In een roeibootje. Ja. Dat is bijna nog heel noodlottig afgelopen. Maar ja, goed. We zijn er nog steeds eentje kwijt. Maar in ieder geval 24 april dan hopen wij onze LP uit te brengen. Ja. En dat staat helemaal vol met de nummers die jullie toen die avond opgenomen hebben? Ja, vrijwel alle melodieën is zijn heel eigen werk. Hebben we het zelf al teruggehoord? Ja, we hebben een bandje gehoord en het is erg leuk geworden. Ja. Dus het is niet helemaal een verrassing? Nou, het is, het schijnt dat een bandje niet helemaal hetzelfde is als een plaat. Dus we hopen dat de plaat nog leuker is. Nog leuker, oké. We raden iedereen aan om deze plaat te kopen. Prima. Goed zo, goed zo. Ik vertrouw in ieder geval op de kwaliteit. Veel succes ermee. Ik denk dat er toch wel een heleboel mensen in Muiden zullen zijn die jullie plaat zullen aangeschaffen. En omstreken. Ja, nou, het is de bedoeling dat die plaat is een beetje in het vaarseizoen gepland wordt. Hè. Dus dat rond het hele IJsselmeer en aanverwante artikelen verkocht wordt. Oké, okay, fijn. Mensen, bedankt. Nog een klein stukje muziek graag. Ja. Laten we even een beetje verspreiden. Kermen. Kermen. Wat blijf je nou? Nou. Yes. Wat even?
dit was dan het Muiër nieuws zoals we dat deze uitzending gebracht hebben. U kunt nu gaan kijken naar een stukje Prolychroon journaal. En naar de hoofdfilm van vanavond. En dat is een hele echte James Bond. Wat betreft het Prolychroon journaal. Ja, u mag één keer raaien waar dat over gaat. Kijk maar naar het schip achter me. Goedenavond, dit is de derde uitzending van Space TV. Overal op dit ogenblik staan er mensen in Muiden te kijken, te posten, om te kijken hoe groot onze kijkdichtheid is. Wilt u allemaal op dit ogenblik uw licht aan en uit doen? Wel? Ja, bedankt. In Muiden zit 1 op de 5 mensen naar ons tv-programma te kijken. In verband met technische schakelingen kunnen tussen de programma-onderdelen het beeld even wegvallen. Wij hopen dat u hier begrip voor heeft. De percentages van de onlangs gehouden verkiezingen in de Muidenpost stonden, hebben wij omgerekend in het aantal stemmen per partij. De uitslag hiervan is PvdA 769 stemmen, de CDA 1028 stemmen, de VVD 1077 stemmen, D66 620 stemmen, CPN 49 stemmen, PSP 122 stemmen, PPR 72 stemmen, de RVP 4 stemmen, de GPV 4 stemmen, de Socialistische Partij 0 stemmen, de RPF en de SGP 61 stemmen. Dit is in totaal 3806 stemmen. Als u soms in de natelling 1 stem mist, dan kan het komen door onze berekening of omdat er een stemgezoek geraakt is. Vanaf zaterdag 10 april geven wij politieke partijen gelegenheid om 4 keer 1,5 uur zendtijd te vullen. Morgen liggen er in de haven 4 mijnvegers, die zijn te bezichtigen. Van 2 tot 4 voor de schooljeugd en 's avonds zijn ze verlicht. Nou kom op, ik zal maar even erop zitten. Want... We staan hier bij de voetbalwedstrijd Muiden-Muidenberg. De stand is 1-1 en er zijn nog 4 minuten te spelen. Ja, oké. Ja, ja. Kom maar naar daar! Ja, mooi. Nou, dat is toch een stukje. Ik heb de Zijn pauze? Maar ja!
op nou. Ja, mooi. Kom maar jongens, nog één van hè? Zullen we even voor mij een tier geven of een tier maar een weg? Kom op Jos! Hansie! 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 Harry! En nog rottingen gebeurt of niet? Nee, het is wel erg sportief gegaan. Ja, scheidsrechter had ook goed in hand, goede scheidsrechter. Oh ja, dat is wel nodig, hè, goede scheidsrechter. Nou, in zulke partijtjes wel, want het is natuurlijk altijd een beetje streekderby. En dan worden sommigen nog wel eens een beetje geïrriteerd, maar deze man die heeft het gewoon goed opgevangen. Nou, gelukkig maar. We staan nu op de dierenweide in Muiden. Er wordt net gevoerd. Ik sta hier met meneer Smolers, die de dierentuin verzorgt. Ik kan wat vragen, wat voor beesten lopen hier allemaal rond? Nou, er lopen een heel assortiment, hè. Schapen, geiten, allerlei soorten kippen, konijnen, pauwen, parelhoenders, verzand. Dus er loopt nogal wat, hè. Er zijn nogal wat beesten. Zijn ze al oud allemaal of zijn er veel jongen bij? De enigheid, een bruinigheid, is de oudste. Dat is dus het hoofd van de koppel. Dat is ook de dikste en die is 5 jaar. En de schapen, dat is de oudste, is 3 jaar. En verder is er dus, jongstel. En is er nog veel geboren de afgelopen tijd? Ja, verleden week zondag en lentebeestjes. 2 schapenlammetjes. En maandag 1, 1 dood, jammer genoeg, maar ja, dat zit erin, dat is de natuur. En dinsdag 2 geitjes en op woensdag ook 2 geitjes. Dus u bent hier al niet zo lang? Nog ja. Niet zo lang? Nou, ik zit 5 jaar? Ja, ik zit hier al in 5 jaar. Ja. In 5 jaar al, ja. Ja. Er ging gerucht dat u weg moest, is het nou nog waar? Of? Nou, nee, er is positieve berichten, er gaat wat gebeuren en gezien de belangstelling uiteindelijk, dan wordt het ook wel tijd dat er wat gaat gebeuren uiteindelijk. Ja? En wat gaat er gebeuren, denkt u? Nou, ik heb dus gevraagd om een stuk bestraten, dat de kinderen er dus op kunnen. En een goed hek. Toen ik het neerzette was dit goed, maar ja, dat is nou allemaal af. En dat is dus wel het belangrijkste uiteindelijk. Ja? Nou, vertelt u er nog eens meer over? Nou, ik krijg van de week dinsdag of woensdag, dan krijg ik nog weer 3 schapen die lammetjes gaan brengen. En dan is het met de schapen gebeurd. En ik heb nog 1 wit geitje, nou, uiteindelijk de lieveling van het publiek. En die is ongeveer 22 april dat hij dus een lammetje brengt. Nou, er zit er maar 1 in als het kan. En dan is de dikste nog, het hoofd van de kudde, die komt zo'n beetje eind april. En dan is het met het jonge spul van de geiten en de schapen weer gebeurd. En dan, dan gaan we weer over tot het broeden van kippen, kalkoenen, pauwen. Want jong spul doet het altijd bij de kinderen. Gaat het nou eigenlijk wel goed, al die verschillende beesten bij elkaar? Ja hoor, gaat prima. Ja? Gaat prima. Ik heb alleen 1 kalkoen gehad en die heb ik vorig jaar uitgebroed, 3 stuks. En toen heb ik er eentje en die heb ik dus 14 dagen terug weg moeten doen, want die viel, mijn maatje viel die aan. En dat werd levensgevaarlijk. En dat heb je natuurlijk wel, dat je met, je moet goed met de kinderen in de gaten houden. Er is wel eens een haantje wat agressief is.
En dat moet je, ja, dat kan je dan niet handhaven natuurlijk, dat moet eruit, maar verder schat prima. Maar als er zoveel geboren wordt, moet er dan niet een keer uitbreiden? Nou, uitbreiden, het zou natuurlijk leuk wezen uiteindelijk, hè, dat je dus een beetje assortiment, ik bedoel, er loopt natuurlijk nou nogal een beetje, maar ja, goed, dat jonge spul, dat gaat ook weer ja, weg, dan gaat weer iemand naar andere kinderen toe, gaan er weer jonkies en met de kippen uiteindelijk, ja, dat varieert ook, er zijn mensen, je bent ook een beetje een asiel. Want en dan kom je en dan lopen er weer een paar nieuwe kippen bij, zeg maar. Dan hebben ze ze weer gedropt. Of er loopt een konijn, loopt er weer los die ze dus kwijt willen. Dat gebeurt gewoon. Dus niet zonder te vragen, maar gewoon hup ertussen. Ja, 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 ja. En dan kom je hier ook smorgens of smiddags, meestal smorgens, want dan hebben ze ze s'avonds gebracht. En dan lopen er weer nieuwe kippen. Die buiten het hek lopen zijn allemaal kippen die ze hier gebracht hebben. Oh. Ja. Dus. En dat heb je natuurlijk uiteindelijk wel. En er zijn wel mensen die zeggen, nou kan je nog een kip of een knaai gebruiken. Maar de meeste worden dus zomaar gedropt. Ja, dit was dus het interview met meneer Smolders. Nou, bedankt voor het interview en succes met de dierenweide. Nou, dankjewel. Ja? Ja. Oké, daar. Ja, laat ze even stil zitten. Ligt daar ook de baan. Ah, ze willen weg, afgelopen. Oh, die blijven leuk staan. Vaartgoeden naar de Westerstraat. Dat presentatie Mode Belang. De enige partij die niet aan politiek doet, maar wel alles voor mode. Mode Belang, de partij die in één klap de grootste partij van mode wordt. Minstens 5 gemeenteraadzetels, de zeker 1 wethouder. Mode Belang, een lachertje. Laat me niet lachen. Ja, donderdagavond was het zover, om 8:00 precies in zaal Gilling, de presentatie van Muiden Belang. U heeft het gezien, er is een auto dwars door Muiden heen gegaan, u zult hem ongetwijfeld ook gehoord hebben. Wij gaan even binnenkijken hoe het zich verder zal gaan ontwikkelen. Hoe verder wij nadeel gaan ondervinden van het ophangen van die adviesjes, dat weet ik nog niet. Dat zal het later blijken, mocht blijken dat we er werkelijk nadeel gaan ondervinden, dan gaan we kijken of we stappen kunnen ondernemen om in ieder geval de schuldigen te schaken. Ik wil heel vervelend omdat de heren Holshouser 5 en distributie zijn gebracht de wereld zijn. Daarom wil ik eigenlijk overgaan tot de presentatie. Ik begrijp best dat het vandaag wat chaotisch is verlopen, maar ik ben er ook van overtuigd dat als de partij eenmaal gepresenteerd is en als het programma toegelicht gaat worden, dat gebeurt in het volgende nummer van de spieren, dat er dan voldoende naar op ons zullen stemmen om tenminste 3 zetels te halen. We hopen op 5, maar we zouden 3 allemaal veel succes vinden. Ik wil nu niet langer de spanning laten. Ondanks alle tegenslagen gaan we toch van start zijn naar de Belang. En ik hoop van harte dat de 2 juli bekend worden met een groot aantal stemmen. En persoonlijk heb ik er alle vertrouwen in, omdat ik daarom ook de publiciteit op ben genomen. Ik had er niet in geloofd en had ik het niet gedaan. Goed, ik wil u daar nu graag voorstellen aan de partij naar de Belang. Dames en heren, alsjeblieft. We zijn nu in zaal Gielingen, net is de ontknoping geweest. Het is de ontknoping geweest van de grap, de spierengrap mag ik zeggen. En we zullen nu een van de aanwezigen even een vraagje gaan stellen. Wat ze ervan vonden. Mevrouw, mag ik u even wat vragen? Waar was u hier vanavond gekomen? Om naar Muiden Belang te kijken. U wist niet dat het een grapje was? Nee, dat wist ik niet. Bent u erg teleurgesteld? Nee, ik vind het dus een verschrikkelijke goede grap. Ik had 5 zetels, maar ja, het is niet anders. Als Muiden Belang was geweest, had u erop gestemd? Zeker, ja, zeker. Ja hoor. U vindt het toch wel een leuke avond, ondanks alles? Ja, ik lach me dood. Dank u wel. Ook in zaal Gieling is Jaap Schulp. Jaap, er gaan geruchten dat jij de dader bent achter de aanplakbiljetten die vandaag zijn opgehangen. Nou, dit keer had Sietse Drinkje inderdaad gelijk, dat klopt, ja. Waarvoor had je dat gedaan?
Nou, omdat ik er voor, nou zeg 95% van overtuigd was dat het een 1 april grap was. En had je wel op de partij gestemd als hij er was gekomen? Nee, dat had van het programma afgehangen natuurlijk. Oké, bedankt. Naast mij zit Otto Holtzhaus, een van de redacteuren van de Spiering. Otto, mag ik eerst even vragen, wat vind je van dit alles? Nou, dit is een hele kleine opkomst. Om heel eerlijk te zijn, hadden we ook niet zo'n grote opkomst verwacht. Het lag er ook wel dik bovenop. Ik moet zeggen dat de voorpret die we gehad hebben, werkelijk onbetaalbaar is geweest. We hebben ons werkelijk verkneuterd, want in het begin werd er erg serieus op gereageerd. Maar toen het een week uitgesteld werd, toen begon het er wel te dagen. En toen dacht ik, nou, we gaan toch niet voor schut staan. En dan kan ik ze alleen maar gelijk geven. Bovendien is er een uiterst effectieve en zeer geslaagde grap van Jaap Schulp geweest. Waar wij... Dankjewel. Mag ik ze bekijken? Ook even. En een paar bloemen bezorgd voor de partij, neem ik aan. En daar hebben we ook reuze plezier om gehad. Het heeft niet het psychologische effect gehad van... Als dat een grap is geweest, dan kan dat van mij de belang geen grap zijn. Het was wel aardig duidelijk, maar er is flink over gepraat. En het heeft ook, als je dat een serieuze kant zou willen noemen, een serieuze kant. Wij van de Spiering vinden het leuk als bij Muiden, de Muidenaren zelf, veel belangstelling voor het hele gemeentelijke en politieke gebeuren is. We doorspekken de Spiering daar ook van. Maar verder, als je mijn persoonlijke mening vraagt, ik zie helemaal niets in een partij gemeentebelangen. Laten mensen maar de goede mensen hun eigen partijen opzoeken. En wat mij heel persoonlijk betreft, ik hoop dat Muiden de PvdA niet in de steek laat bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Nou, de politieke partij die krijgt nog cent uit bij ons. Maar wat hebben jullie allemaal ondernomen om deze actie vooraf voor te bereiden? Voor acties? Voordat je doorgaat, Matthijs, zou ik daar Kees eigenlijk bij willen hebben. Want die heeft, vind ik, nog wel het leeuwendeel van het werk verricht. Ja, ik weet niet of Kees in de buurt is. Ja, hij staat. Kees, kan je even hier komen? Ja, Kees, jij zit hier bij ons. Wat zijn alle voorbereidingen geweest voor deze aprilgrap? Nou, het is al vrij vlot ontstaan in februari, omdat we in het maatnummer... het interview met de woordvoerder van Muidenbelang moesten hebben. Dus begin februari we zitten denken aan allerlei moppen. En op een gegeven moment dachten we, nou ja, het is verkiezingsjaar. Dus dan maar een nieuwe partij presenteren. En ja, dat we toch ook toch echt wel een beetje betrokken zijn ook bij het hele laatste gebeuren. En we dachten wel dat het erg leuk was. Het is tot het einde toe geheim gebleven? Ja, we moesten alleen steeds meer mensen inschakelen. De gein was dus dat we... in de Spiering moesten we dat interview brengen en dan op een datum, niet 1 april, moest die partij zich presenteren. Dat werd dus verleden week donderdag. Jullie wisten dat voordat dat die havenvergaderingen zou zijn? Nee, dat wisten we niet. Het hebben we een deal gemaakt met de Muidenpost, dat die zou dan op die dag zeggen van nou jongens, het gaat een week later worden. Toen hebben we op een gegeven moment daarna de Gooi Nederlander ingeschakeld, die heeft ook heerlijk meegedaan. En nou, voor lieverlee steeds meer mensen. En op een gegeven moment ook Space, die dan zaterdag ook nog eens een keer een woordvoerder aan de lijn gehad heeft. Dus toch aandacht voor de mensen. Het moest allemaal ook meewerken. Alleen, erg aardig is natuurlijk ook dat het CDA's ledenvergadering die hier vanavond zou zijn verzet, heeft een oude berg voor deze grap. Maar misschien dat ook wel veel mensen heeft getrokken. Ja, dat misschien. Ik denk dat ze allemaal daan zitten. Dat is wel vervelend. Maar goed. Ben je toch wel een beetje tevreden over het resultaat, of niet? Nou, we hebben lol gehad van tevoren en dat is al dat is voldoende geweest. Echt heel veel mensen die... het geinige was natuurlijk vanmorgen ook die affiches die opeens in Muiden hingen. Dat deed nog wel eventjes de zaak extra leven, hoor. Dat vond ik erg goed. En die geluidswagen ook vanavond. Oké, zeg hartstikke bedankt. Eén ding eigenlijk. Dick van Zomer die straks een uit de serieuze verhaal af. En daarmee hebben we gewacht tot het moment dat Jaap Schulp binnenkwam. Want we wilden dat hij tenminste één momentje zou twijfelen. En dan moet jij maar hem vragen of dat gebeurd is. Jaap, heb je er even aan getwijfeld of niet? Ja, ik twijfelde wel. Ik ben eigenlijk de hele tijd blijven twijfelen. Alleen, eigenlijk sinds vanmiddag wist ik zeker dat het niet zo was. Maar deze meneer stak echt een heel serieus verhaal af. Ja. Oké, bedankt. Nou, het leek me een... een erg leuke grap. En laten we hopen dat er volgend jaar weer zo'n soort grap zal komen in Muiden. Ja, kijk, tot zover onze opname die we afgelopen week hebben gemaakt hier in Muiden. We gaan nu door met de hoofdfilm van deze avond. En dat is My Name is Nobody, een echte westernfilm, maar ook wel lachwekkend.
Met in de hoofdrollen onder andere Terence Hill en Henry Fonda. En we hopen dat u veel plezier zult hebben met deze film. Goedenavond, kijkers. Dit is een historisch moment, want u kijkt nu naar de eerste uitzending van Space TV. Wij zijn blij dat u een gedeelte van uw nachtrust voor ons wilt opofferen. Velen onder u zullen ongetwijfeld regelmatig luisteren naar onze radio-uitzendingen. Dames en heren, van harte welkom bij deze eerste uitzending van Space TV. Wat u net zag waren beelden van die piraanspace die begin jaren 80 uitzond in Muiden en Muidenberg. Sinds die tijd is er veel gebeurd. Zoals u weet is Radiospace alweer een jaar lang te beluisteren op het kabelnet van de gemeente Muiden. Dat was op 11 maart 1989. Vorig weekend 9 maart is de kabelkrant van start gegaan. Een kabelkrant met veel lokale informatie en natuurlijk ook heel interessant voor adverteerders. Wilt u gaan adverteren, dan kunt u op de kabelkrant alle adressen vinden. Vanavond de eerste uitzending van Space TV. Ik wil iedereen bedanken die de uitzending mogelijk heeft gemaakt. De uitzending zal zijn een politiek debat tussen de vier partijen in de gemeente Muiden. Die wordt opgenomen in Taveerne de Mol. Wat ons betreft laat de beste mogen winnen. En ik hoop dat de politieke partijen ook na de verkiezingen nog aandacht voor radio en tv Space zullen hebben. En dan met name als het gaat voor een etherzender. En als het gaat om een nieuwe studioruimte die we waarschijnlijk zullen krijgen. Ik wens u veel plezier met deze uitzending. Morgen is het zover. Dan kiezen we in alle Nederlandse gemeenten een nieuwe raad, dus ook hier in Muiden. Die nieuwe raad die gaat vergaderen in dit mooie gebouw. Niet alleen de raad vergadert hier, maar ook de commissies. In het college van burgemeester en wethouders maakten eerst VVD en CDA de dienst uit. Maar toen kwam er een wissel van de wacht. Het CDA verdween in de oppositie en de Partij van de Arbeid nam de leeggekomen plek naast de VVD over. De partijen die vlogen elkaar bijna letterlijk in de haren. Wat gaat er de komende 4 jaar worden? Die keus is aan u. Wordt het de VVD, het CDA, D66 of de Partij van de Arbeid? Morgen heeft u de gelegenheid om uw keus te maken. Alle vier hebben ze natuurlijk leuke ideeën en prachtige beloftes over hoe het moet gaan worden tussen 1990 en 1994. Maar wat moeten we ons daarvan aantrekken? Al die verkiezingsprogramma's, het is heel fraai, maar wat moet je ermee? Daarover gaan we de politici eens flink aan de tand voelen. Ze wachten op ons in Taveerne de Mol en daar gaan we nu naartoe. Ga je mee? Dat doen we. Oké.